De creators van Game of Thrones zijn volgend jaar als het goed is klaar. En ze gaan compleet de andere boeg op, als het ware, of de complete andere kant op. En ze gooien het over de andere boeg. Ik vond het wel leuk, op de officiële Star Wars site werd er ook een grapje over gemaakt. Van ze gaan van een kingdom naar een galaxy far, far away. Sick. En het gaat natuurlijk over David Benioff en D.B. Weiss. Dat zijn de makers, of eigenlijk de schrijvers ook achter Game of Thrones. Ja, zijn het schrijvers, creators? Ja. Ik weet niet of ze ook produceren. Waarschijnlijk doen ze van alles wat inderdaad een beetje. Ja, de creators en writers achter Game of Thrones. En die gaan nu dus naar een galaxy far, far away. Ze gaan iets met Star Wars doen in plaats van met ridders. En voor jou een serie met... Ja, die geschikt is voor mensen met een kortpittig kapsel. Ja, inderdaad. Ik ben een tijd geleden al afgehaakt en dat weten mensen denk ik wel. En je bent omdat ik gewoon niet teruggekomen na al het nieuws wat er is geweest over gewoon, Game of Thrones. Ik ben gewoon geschoffeerd op een gegeven moment. Weet je, ik hou van, ik ben een groot fantasy nut. Ja. Dus alle scènes met Jon Snow en je tweelingbroer. Met mijn tweelingbroer inderdaad. En wat dan ook vind ik tof, maar die King's Landing shit en deze trut en wat dan ook. Jongen, ik kwam er niet doorheen. Nee, echt niet meer? Nee, dus letterlijk van een heel seizoen was er misschien 20 minuten aan content dat ik tof vond. En ik ga niet een uur lang kijken naar iets en dan hopen dat er ergens 3 minuten in die aflevering iets zit wat ik wel vet vind. En voor de rest gewoon naar een kut kostuumdrama kijken. Ja, ik snap wat je bedoelt. Daarnaast zie ik wel dat waarom iedereen dit zo tof vindt hoor. Dat, en ook juist wanneer ik ben afgehaakt na seizoen 3. Volgens mij is het toen wat toffer geworden. Daar ben je al afgehaakt. Ja, echt al jaren terug. Joh, toen had ik zoiets vervangen. Ja, er gebeurt wel echt een hele hoop nog in de tussentijd. En ik ben het met je eens hoor. Er zitten echt seizoenen tussen. En vooral op de laatste is natuurlijk vrij veel kritiek gekomen. Nou, maar dat is dus het grappige dat je dat zegt. Want die is volgens mij, want George R.R. Martin die is natuurlijk, die heeft zijn boeken nog niet klaar. Mm-hmm. Van de laatste seizoenen. Ja. Dus dit is vooruitgelopen op. Met een soort van goedkeuring van George Sadist Martin. Ja. Dat is dus inderdaad gedaan door Benioff en White. Mm-hmm. En die hebben nu een soort van... Ja, wat het nou precies is, weten we niet. Nou ja, het wordt een nieuwe serie aan Star Wars films. En ik heb op verschillende outlets heb ik voorbij zien komen dat 3 films moeten gaan zijn. Sommigen zeggen misschien zijn het 2. Het gaat er sowieso meer zijn dan 1. Dus misschien ook wel meer films, of 3. Ja. Het gaat inderdaad een nieuwe serie aan films worden. En dan komt gelijk bij mij echt 1 ding naar boven. En dat is... Nog meer Star Wars. Nog, ik wil echt zeggen, het woordje nog. Nog meer Star Wars, tuurlijk. Maar echt. We hebben nu 7, 8, 9. Hier zien we volgens mij 8 in de preview. En er komt een spin-off natuurlijk van Boba Fett, van Solo, die komt er nu aan. En Obi-Wan volgens mij. Mm-hmm. Dan is Rian Johnson bezig met nog een, volgens mij, trilogie. Yeah. Wat niet 7, 8, 9 is, niet de spin-offs. En nu dus de 2 Game of Thrones chappies die er nog 1, 2 of 3 gaan maken. Ja. Dat betekent dus in totaal 12 films. Ik moest heel erg denken toen ik dit nieuws hoorde aan... Ik ben destijds naar de première van The Force Awakens geweest. En daarbij kwamen mensen verkleed als fucking Darth Vader en in Star Wars pakken en weet ik veel wat. Er werd gejuicht toen characters van vroeger wederom op het beeldscherm te zien waren. En dat is zo vet. Die sfeer die er hangt en gewoon de liefde voor die characters en... Dat mis ik nu echt compleet. Ik mis dat echt. Zelfs bij de vorige had ik dat al, bij The Last Jedi. Dat ik dacht van, dan ben ik ook vrij vlot naar de bioscoop gegaan. En daar was dat niet. Weet je, misschien wordt het ook, is het ook wel gewoon onrealistisch om dat te verwachten. Want ze waren na een hele lange tijd weer terug. En nu zat er maar een paar jaar tussen. Ja. Maar dan toch denk ik van, ik voel dit dan ook weer niet helemaal. Zo van, ik kijk ook minder uit naar deel 9 dan dat ik deed naar de vorige 2. Ja? Juist daardoor. Zo van, weet je, ze ik zijn kan het dus gewoon One voor jou kijken. Te veel aan het uitmelken. Ja, heel erg. Ik kan in mei geloof ik naar die Han Solo spin-off. Ja. Nou, nu gaan deze 2 er inderdaad ook weer mee aan de gang. Ik kan iedere maand naar een Star Wars komen en dan vind ik het niet meer leuk. Nee, heb je dat? Nee. Ik heb namelijk, ik ben nooit zo'n... Weet je, ik vind Star Wars een van de vetste universa in fantasy / sci-fi. Gewoon dus gewoon made-up things, fictie. Yeah. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit heel erg fan geweest ben van de daadwerkelijke producten die uit het universum komen. Mm-hmm. Maar het universum zelf is super groot en geloofwaardig. Dus ik zie de films als vette sci-fi. Ja, tuurlijk. En niet per se als... They raped Indiana Jones. They raped fucking Star Wars. Nou ja, maar dat heb ik dus... Ja, they raped, maar...
ik vind dat je met gewoon zoveel content blijven pushen, dat ik vind dat wel afbreuk doen aan de waarde die Star Wars heeft. Ja, behalve dus dat ik, voor mij persoonlijk heeft het niet die waarde, behalve dus het feit dat ik vrij, weet je, verzekerd van ben door de marketingbudgetten, door überhaupt gewoon een productiebudget natuurlijk, dat het gewoon een hele vette sci-fi film wordt. Ja, nou, en ze kunnen in principe ook een tof verhaal schrijven, de schrijvers van Game of Thrones. Behalve dus dat daar kritiek op was. Omdat er was kritiek op, maar ik bedoel, als je een boek om kunt zetten naar een serie en je doet dat op zo'n manier, dan kun je in ieder geval script schrijven en dan heb je in ieder geval ideeën in je hoofd waar je wat mee kan. En ik hoop dat dat ook goed tot z'n recht komt, dus in die Galaxy Far Far Away. Nou, ze hebben ook gezegd van het is wel heel grappig dat we vroeger keken we dit, weet je, toen werden we meegesleurd in een heel betoverend universum. En nu mogen we er zelf mee aan de slag. En dat is natuurlijk voor een schrijver is dit iets. Ja, dit is, je hebt Game of Thrones al gedaan. Daarom. En dan mag je een paar Star Wars dingen gaan doen. Ben je done? Ja, nou ja, zeker weten. Je gaat het ook niet. Je gaat het niet proberen te half-assen. Je gaat het proberen natuurlijk gewoon. Dat lijkt me ook niet. Maar je gaat het ook niet meer overtreffen. Dus ik ben, tenminste hoop ik. Ik hoop dat het zo goed wordt. Maar in de zin van, ze hebben dan Game of Thrones gedaan. Ze hebben dan Star Wars gedaan. Wat gaan ze dan daarna nog doen? Maar goed, dat is voor een later ding. Misschien zelf eigen indie shit, weet je. Want ik kan me wel voorstellen dat weet zowel Game of Thrones als Star Wars, natuurlijk juist nu ook door Disney. Er zit natuurlijk wel een ontzettende fucking monitor en visie. Het mag niet te veel dit, het moet daarheen. Denk ik hoor. Ik weet natuurlijk niet hoe dat zit. Ik zou over 10 jaar wel eens een interview met ze willen zien hoe dat geweest is. Van hoeveel daadwerkelijk. Net zoals Rian Johnson nu met die nieuwe. Van ja, ik heb carte blanche. Nou ja, tuurlijk dat je carte blanche hebt. Maar er wordt wel echt een ontzettende monitor natuurlijk overheen gedrukt. Van, om te kijken hoe dat is. Ik ben heel benieuwd hoe veel ze daadwerkelijk van hun eigen ideeën erin mogen stoppen. Ik denk wel heel veel. Ik vraag me dat sowieso altijd af, hoor. Bij hoeveel mag een schrijver nou zelf bepalen, bijvoorbeeld bij een franchise. Precies. Je moet natuurlijk trouw blijven in het geval van Game of Thrones aan de boeken. Hierbij hebben ze denk ik ook, natuurlijk, het moet in een mal passen, zeg maar, die Disney voor Star Wars heeft staan. Maar ik denk dat als je daar binnen goede ideeën hebt, dat Disney ze op zich wel de vrijheid geeft. Anders dan neem je niet. Ga je niet aan 12 films werken? Nee. Ja. Daarom. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. We kunnen echt nog tot 2026, misschien wel tot 2030 gaan, nou ja, voor mij dan genieten van Star Wars. Ja, nou, ik hoop dat het voor mij ook genieten wordt. Ik heb alleen wel dus zoiets met de kanttekeningen heel erg, ook bij het zien van die Han Solo trailer, dat ik denk van, tuurlijk, het is cool. En tuurlijk ga ik het weer kijken. Maar helemaal magisch is het. Maar de magic gaat er op deze manier wel echt vanaf. En die magic die voelde ik heel erg bij The Force Awakens. Ja. Die was er echt natuurlijk logisch. Ja. Vanaf. En dat was heel logisch, maar ik zou het tof vinden als ze op zijn minst een beetje van die magic weten te behouden. Ik hoop het inderdaad. Wat ik heb is, ik kijk nog steeds stiekem wel gewoon uit naar, nou, het is het letterlijk een soort van 10 vet geproduceerde sci-fi films. Wat voor mij dan weer het belangrijkste is. Ja, nou ja, daarom. We gaan het zien.